Hoi, mijn naam is Ronald en welkom bij de Mantel How-To video's. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je een stuwiel ontwikkelt. Wat heb je nodig om je stuwiel te vervangen? Allereerst een nieuw stuwiel. Isolatietape. En een schaar. Waarom vervang je je stuwiel? Nou, je stuwiel kan na een tijdje los gaan zitten, zoals hier. Of hij kan gaan slijten, zoals hier. We beginnen met het verwijderen van het oude stuurlint. Ik klap de hoed van de shifter terug. En begin ik bovenaan met het verwijderen van het oude lint. Je ziet dat bij het loshalen van het stuurlint er nog aardig wat lijmresten achterblijven. Daarom gaan we toch even met een ontvetter aan de slag om het stuur schoon te maken. Ik haal de tape rond de kabels ook nog even los en dan gaan we ontvetten. Zorg dat echt alle lijmresten weg zijn, anders kun je dit gaan voelen onder het nieuwe stuurlint. Nu alle lijmresten weg zijn, kan ik de kabels weer terug gaan zetten op een plek. Let erop dat dit meestal voor of iets onder het stuur zit. Wil je eerst oefenen met het leggen van je nieuwe stuurlint? Pak dan eerst je oude stuurlint nog een keer om het daarmee rustig te proberen. Dan gaan we nu beginnen met het wikkelen van het stuurlint. Dit doen we onderaan het stuur. En we werken van buiten naar binnen. Dan plaats ik nu alvast de stuur erop. Zodat ik het lint nog een keer terug kan halen en extra strak trekken. Hierdoor blijft hij onderin mooi rond. Zorg ook altijd dat je spanning houdt op het stuurlint. En dat je de wikkelingen ongeveer even breed maakt en in dezelfde richting. Oeps, ik ben vergeten om deze nog over de shifter heen te plakken. Dus dat ga ik nou alsnog even doen. Onder de shifter door. En dan gaan we nu boven verder. Let erop dat je hierbij bovenop van voren naar achter uitkomt. En dicht genoeg op de shifter. Ik ga nu hier boven het stuur verder en zorg weer dat ik van voor naar achter ga. En ik hou ook elke keer spanning op het stuurlint om te zorgen dat deze zo goed mogelijk blijft zitten. Ik kom nu ongeveer op het punt waar ik straks uit wil komen. En hier zet ik één klein knipje in. Dan wikkel ik nog één volledige slag door. Totdat ik weer bij datzelfde knipje ben. Die zit hieronder. En dan knip ik hem af. Zorg hierbij weer dat je spanning houdt op het stuurlint. Dan haal ik hem even terug. En dan zie ik nu welke kant ik op moet gaan knippen. Dan leg ik het stuurlint voor de laatste keer weer goed op zijn plek en maak ik het af met de tape. En als laatste zetten we de hoed weer op zijn plek. Vaak zit er in de verpakking nog een stukje siertape. Je kunt er zelf voor kiezen of je deze over de isolatietape heen wil plakken of niet. Kom je er nou echt niet uit, maak dan een afspraak in onze werkplaats of kom langs in onze winkel. Is het gelukt met het wikkelen van je stuurlint? Vergeet dan niet een like achter te laten en te abonneren op onze kanaal voor nog meer video's.